Zo, met deze tonen wat jullie horen, dat is Spinning Session Records. Ga ik hier nu de afwas doen. Ik heb vandaag niet veel gedaan. En ik heb veel plat gelegen weer al vandaag. Dat is wel waar. Ik heb ook wel mijn schatje is ook wel hier, dat ga ik ook wel één ding zeggen. Ondertussen ben ik ook mijn sasjes aan het doen. Valessa. Hoppa, 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 hoppa. Valessa. Dan nog wat gauw zeep erin doen. En ik zal zeggen, veel kijkplezier met de timeslap. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I've been on the prey, but this time I won't collide like I did yesterday. Mijn rug met de afwas te doen. Dat doet al niet goed, mensen. Dat doet al eigenlijk al niet goed. Nee. Oh, ik ben helemaal bezweet en al. Gewoon omwille dat die pijn redelijk hard blijft aanhouden. Maar ik ga je één ding zeggen, verdomd. Die vier muren zijn hier echt op mij af aan het komen, hè, mensen. Echt waar, die vier muren zijn hier echt op mij af aan het komen. Wat wil ik dan ook nog zeggen? Ik moet ook nog twee mensen ook nog heel dankbaar zijn, maar ik mag niet met namen noemen. Dat zijn mijn ondergeburen. Die hebben mij wagen gaan halen van Biwel. Dankjewel ervoor. Hebben we toch wel nog lieve geburen, hoor, mensen. Hebben we toch wel nog lieve geburen. Soms kan ik hun nek omwringen, ik zal het zo zeggen. Maar meestal zijn het toch schatjes van patatjes. Voilà. Meer kan ik er ook niet aan vertellen. Ik hoor ook nog wat dat het vlog toch redelijk wel groot is. Dus we gaan hier ook nog even, ik ga even ook de muziek even helemaal eens uitzetten. Valessa. De muziek is uitgezet. Ik wil toch nog een paar vraagjes stellen van trivia. Nee, geen trivia, geen trivia. Waarom niet? Waarom niet? Hoeveel koeien produceren voldoende mest om een 100 watt lamp brandend te houden? Ik denk 1 koe. Yeah, ik heb het al gelijk. 1 koe. Wie viel voor sigaret spruit, maar koos op de Turalara plaat nog voor het liedje Stewardess, omdat zijn toenmalige vriendin dit was. Pas. 5, 4, 3, 2, 1. Raymond van het Groene Woud. Raymond van het Groene Woud. Oké. Hoe vertaal je hyperthermie waaraan een groot aantal Parijzenaars stierven in de zomer van 2003. 5, 4, 3, 2, 1. Hitte. Oververhitting. Welke Gentse profielosoof was gekant tegen het controleren door het overheid van graffiti? 5, 4, 3, 2, 1. En dat was Jaap Kruithof. In welke Europese stad werd de eerste condoomautomaten geïnstalleerd in taxis? 5, 4, 3,
2, 1. Allee jongens, dat moeten jullie toch wel weten, hè jongens. In Amsterdam. Hoeveel maal werd Ropert Wassige door Charleroi ingelijfd als hoofdtrainer tussen 1992 en 2004? 5, 4, 3, 2, 1, 3 maal. Alsjeblieft. Nu ga ik mij zo wat stilletjes af aan in orde maken. Ga ik nog iemand even naar huis doen. En dan ga ik weer al plat liggen. Yay! En ik hoop dat mijn vlog nog op tijd al lang gaat komen, maar ik vrees ervoor. Hoe lang is het nog voor de upload? Nog 55 minuten. Dat gaat nog wel lukken. Het gaat maar een nip te worden. Zeker met de 4K kwaliteit gaat dat een hele nip te worden. Het is eigenlijk van de vlog van de unboxing van mijn nieuwe GSM. Ik ben er echt heel content om. Ik heb rugpijn tot en met. Kan moeilijk ook gaan. Dat zien jullie. Of ja, dat zien jullie nu niet. Oh, ik kan heel moeilijk gaan. Oh mannetjes. Dat is mijn snelste wat ik momenteel kan gaan. Ja. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Sorry dat het vandaag zo een korte vlog is. Hoelee, hoela. Misschien dat ik nog zelfs nog mijn zangtalenten laat horen. Hoelee, hoela. Misschien, hè. Allee, tot straks allemaal. Yo. Hallo allemaal en welkom op een gaming movieke. Dus omwille van, ik wil dus even over hebben over mijn games. Ik wil dus ook wat series maken. Dus de spelletjes waar ik nog nooit of te nooit heb gespeeld, dus op Steam. Zo heb je hier zo de 101 Hooks, Wine vs. Wine, but LOL, Adventures, Comicists, dan ja, hier, van Farming. Ik heb redelijk wat games, je ziet het. De lijst blijft maar komen. Nog niet gespeeld. Dus dan is de vraag aan jullie. Welke spelletje die hier intussen staat en die je ziet van, oh fucking hell. Waarom heb je die nog niet gespeeld? En staat dat nog niet op uw YouTube kanaal? Wel, laat het hier even onder in de reacties eens weten. En dan zal ik daar wel eens wijkjes achter zetten. En dan ga ik eens kijken als er ook iets heel leuks in te vinden valt om eens uit te testen. Wel geen, alsjeblieft, geen 18 plus spelletjes. Die zitten er hier ook wel een klein beetje in tussen. Maar, gelief die alsjeblieft niet hieronder in de comments te zetten. Ik kijk er wel naar hoor. Dus als je al hebt gezien van, oh fucking hell, waarom heb je dat spelletje nog niet gespeeld? Ja, laat het hieronder in de comments weten. Voilà, dit waren ze. Ik zal eens helemaal ook naar boven gaan. Voilà. Dit zijn de spelletjes waar ik al heel veel gespeeld heb, zoals Crypmania. 831,5 uren. Excuseer. En dan heb je nog Counter-Strike. Source 719 uren. Gevolgd op Delta Feed Source met 514 uren. En dan Counter-Strike 2 met 452 uren. En dan weer een pak uren minder, 206 uren. Team Fortress en dan 166 uren Euro Truck Simulator 2, 135 uur in Grand Theft Auto, noem maar op. Of als jullie zeggen van, allee, kom aan, speel dat ook nog een keer, laat het alsjeblieft in mijn comments weten en dan ga ik het ook proberen te spelen. Dus ik zal eens even nog een keer heel mijn lijst nog eens afgaan.
Dit is maar een hele korte fragmentje van 5 minuutjes ongeveer, plus minus, dat ik aan het opnemen ben voor mijn Steam Game Lace eens ook eens openbaar is te laten zien. En al, wat mijn favoriete game momenteel is, zijn we die al voorbij gekomen? Dus even kijken, Rollercoaster Tycoon 3. Die is op aan het komen. Rollercoaster Tycoon World, die begin ik ook wel redelijk graag te spelen. En Rollercoaster Tycoon Classic. Damn, ja. Yeah. Dus welke games speel ik dan ook nog graag? Hier zijn Rollercoaster Tycoon 3 Platinum. Dus ik heb zoveel verschillende rollercoasters. Hier Planet Coaster. Welke hebben we dan nog zo? Wat ik heel graag speel, zo gelijk. Ja, Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition. Pinball speel ik ook nog wel eens graag. Trackmania sowieso ook nog wel eens graag. Sonic the Hedgehog wil ik ook nog wel eens spelen. Maar hebben jullie al iets gezien in de lijst van een game? Laat het alsjeblieft in de comment weten. En dan gaan we er eens even eens kijken. Tezamen als we deze kunnen spelen, zo gelijk deze game kan ik niet gaan uitzenden. Rollercoaster Tycoon Deluxe is ook aan het opkomen, jullie zien het. Paintball, wow, die kan ik niet meer spelen, want die is niet meer speelbaar. Voilà, nu hebben jullie al mijn games eens gezien. Ik hoop dat jullie het ervan hebben genoten. Ik zie jullie allemaal terug in een volgende fragment. Tot later, yo yo yo. Warm of niet warm, ik ga al één muziekskanaal zingen. Ik ga er ook een mooie playlist van maken. Meezingers van Psycho TV. Hier is hem dan, Get Ready, Deep. Men van jou is diep, zo diep. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Dieper dan zoveel, te dieper dan de diepste zee. Loop mij niet voorbij met je neus in de wind. Ga je naar hem toe. Je kijkt mij niet eens naar mij en je bent ziet de blind. Wat wil je dat ik doe? Moet ik op mijn knieën, geef me dan wat aandacht. Zeg me wat nou ik moet doen. Wat ik moet doen. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Wilder dan de wildste, dieper dan de diepste zee. Doe zo niet zo brutaal, ik ben ten einde raad. Ik weet niet waar naartoe. Spreek ik me dan een taal die ik niet versta? Wat wil ik dat ik doe? Moet ik dan op mijn knieën, geef me dan wat aandacht? Zeg me wat ik moet doen, wat ik moet doen. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Wilder dan de wildste, dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Wilder dan de wildste, dieper dan de diepste zee.
Ja, dan, 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 dan. Zo diep. Diep. Zo diep. Oh yeah. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Wilder dan de wilste, dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is diep, zo diep. Wilder dan de wilste, dieper dan de diepste zee. Dankjewel, Cat Ready. We gaan toch nog eentje doen voor het helemaal af te sluiten, deze fragment. Dat is niet Milking dat we gaan doen. Nee, want dat is Engels. We gaan even ook eens richting nog een Vlaamse klassieker. Dat is Basket Sloefkes van Sam Goris. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basloefkussens aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basloefkussens aan. 8:30, tingelingeling. De wekker loopt af, de rem begint. Ik gooi wat water in mijn gezicht, want mijn ogen plakken nog dicht. Rep naar beneden, taboeken aaneten, mijn... kan ik niet. Ja, dames en heren, hier moet ik vaarlijk even van de pasgroepjes aan. Dus we gaan dus nog gewoon een ander nemen. Dus even gewoon kijken welke dat ik wel eigenlijk te goed kan meezingen. Laat het gas maar groeien ook van Sam Goris. Kom aan, deze moet wel lukken. Kom aan, hoi! Ik zong maar dezelfde liedje. Het begon al in mijn kindertijd. Elke zaterdag riep vader, heetdag Sam. Het woord dat het graf was vrijd. Al mijn vrienden waren aan het genieten van vakantie en het mooie weer. En ik liep daar te zweten als een beek. Ik dacht, dit is de laatste keer. Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik kreeg nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik kreeg het nooit meer af. Al mijn vrienden reden met een brommer. En ik zei verder, ik was 16. Kreeg ik dan ook zo'n prachtig reismachine. Mijn vaders zullen wel zien. Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk. Ze zei, ik heb iets veel beter gezien. Dus op het 10e april viel ik omver. Daar stond een turbograsmachine. Oh, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik kreeg het nooit meer af. En in liefde was het ook niet alles. Want alle meisjes waarmee ik begon, die hadden voor eenzelfde droom. Een huis met een immers gazon. Ik dacht, dat kan toch niet meer waar zijn. Ik verhuis toch naar eens naar de woestijn. Want iedereen loopt het met een grascomplex. En niemand luistert naar mijn refrein. Oh, naar het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, nee, ik doe het meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, oh, ik doe het nooit meer af. Nee, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik doe het meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien. Nee, ik krijg het nooit meer af.
Mijn vader zei, moet karakter kweken. Het wordt tijd voor een vakantiejob. PKV Mechelen, mag jij het gras afdoen? De hemel viel toen op mijn kop. Na al die jaren ben ik allergisch. Geen enkele dokter weet nog wat te doen. Ja, elke mens, elke vogel, elke vis, die zie ik nou voortaan in het groen. Oh, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, neem ik nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, nee, ik krijg het nooit meer af. Nee, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, rij het nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, nee, ik krijg het nooit meer af. Nee, oh nee, ik krijg het nooit meer af. Pam, 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 pam. Dankjewel, Sam Gores. En nu gaan we stukjes af aan met de schatkens naar huis doen. Tot straks allemaal en misschien nog meer zangtalent. Oh ja, deze keer zijn er ook weer al gratis games vast te krijgen. Dames en heren, jawel, via Epic Games is Voetbal Manager 2024 tot en met de 12e september gratis verkrijgbaar. Of anders had je daar 60 euro's aan te betalen. Dus ik zal zeggen, geniet ervan van deze deal. Want die deal loopt maar tot 12 september 2024. Want kijk maar, ik ben nu Epic Games aan het opstarten, dames en heren. Jawel. En dan kunnen jullie zien dat ik niet lieg. Voilà, hier is kijk maar, Football Manager 2024. Free! Voilà, cat. En dan heb ik hem ook weer al in mijn lijstje staan. Welke is dan nog 100% goedkoper geworden? En die loopt ook nog maar met tot en met de 12 september 2024. En de prijsklasse was 30 euro's. En nu is het volledig gratis. Sniper Ghost Warrior Contracts. Ook weer al op Epic Games. Kijk maar, dames en heren. Hier gaan we dan. Voilà. Sniper Ghost Warrior Contracts. Ja, van 30 euro naar free. Klik, cat. Yoink. En order. Accept. En voilà, zo heb ik de twee gratis games. Ik zal zeggen, geniet ervan. Want vooral alleen dat je het weet, is de deal al voorbij. Want ik hou ook nog andere websites ook zo gelijk in de gaten. Zo gelijk GOG.com. Ja, dus Epic Games, Steam, wat hebben we dan nog? Ubisoft, noem maar op. Maar Ubisoft doet niet zoveel, blijkbaar. Je kan al redelijk wat veel games al in de wacht hebben gesleept. Voilà. Dames en heren, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug, dan weten jullie dat. Tot later allemaal, yo yo yo. Zo, ik ga mijn schatje ook eens naar huis doen. Ik begin ook moe te worden, dus het is gewoon laf weer. Dat is het, laf weer. Even dan nog mijn portefeuille nemen. Ik ben heel moe. Mijn schatje is heel moe. Ja. Ik zie dat, ik ben ook heel moe. Ik laat alles vallen. En dan... Ik ga mijn portefeuille eens. In de auto misschien. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Voilà, dan ga ik eens vertrekken. Sleutels hangen op. Oké, ik ga er eens gauw eens een keer kijken op mijn slaapkamer. Nee, geen. Wat de fuck? Oké, dat is goed. Wie was dat, Jan? Oké.
Hoe is het buiten? Laf. Ik vind het zelf wel leuk. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Jojo, hey. Ik ben stiekem kapot, mensen. Pijn tot en met in mijn rug. Ze hebben wel gezegd dat van alle deugd doet. Ga ik dat doen? Weet je waar? Ja. Van hier, van mijn appartement naar Ginder toe, voor in een gym kunnen af te breken. Voilà, dan heb ik ook een klein wandeltochtje gedaan. Daar moet de kinesist blij mee zijn. Het is een klein stukje dat ik moet wandelen. Voor aan mijn gym te geraken. Sluit af. Mijn ways. Dan kan ik EV opstarten. Nu starten. Jee, reclam. Video overslaan. Allee, wat heb je niet? Jongen. Ik heb hem hier al niet. Waarom niet? Ik weet het niet. Godverdomme. Dan start ik het nog een keer eens opnieuw op. Voilà, nu starten. Hopelijk doet hij het nu wel. Ja, nu tot en met wel. Switch naar de game. Voilà. Dan ga ik eens richting Ginna naartoe. Dan ga ik die gym daar eens lekker eens afbreken. En hoe lang dat ik daar ga instaan, ik weet het niet. En als die gyms in Ginna ook zijn afgebroken, daar ga ik dan ook nog gewoon naartoe. Hier zitten 3 Pokémon's in. Go battle. Yoink, we gaan eens battelen. Valesse. Voilà, de eerste is er al aan. Nu nog 2 te gaan. Met mijn Mr. Mr. Mine. Mijn Mr. Mine is ook redelijk goed. Voilà, ook al naar beneden. Torterra. Dat zijn redelijk goede Pokémon, hè. Voilà, ook neer. Goodbye, gym is van mij. Ik heb daar al een gouden gym, hoor. Voilà, nu nog gewoon Pokémon inzetten. Voilà. En dan ook nog eens lekker spinnen. Voilà, ze. Amai, ik kreeg redelijk veel. En nu gaan we eens kijken hoe het zit met de andere Pookie dingen. Dat is in een Team Rocket. Nog 9 minuten. Nog 9 minuten moet ik zien daar te geraken. Dat zal mij wel ook nog lukken. Hopelijk lukt dat mij nog. Ik zie hier ook 2 van die Power Stations. Laten we dat ook maar eens doen. Ja, hier zit een Eevee en een spinnetje. Hoe noemt die spinnetje? Joltik.
En dan komt er nog een geodude te pas. Als ik er aan geraak, hè. Amai man, een Licky Tongue zit hier ook. En ik zit hier, wauw, op 5G. Er zitten redelijk veel Pokémons hier op deze wandelpad. Elke stap waar ik zet, komt er eentje bij. Ik heb nog 8 minuten en 20 seconden om daar aanwezig te zijn. Gaat mij dat lukken? Ik weet het niet. Het is toch altijd een suske wandelen hoor. Dan kom ik hier ook nog 2 Pokéstops tegen. Moet Cloud zo zijn. Hier is het voetbalveld. Kan ik al in beslag nemen. En dan fietsknooppunt 146. Valessa. En misschien nu dat van dat power dingen. Valessa. Nu nog heel snel zien te geraken aan die gym hier. Deze hier van de Team Rocket. Ik zit nu hier te wandelen. Jullie zien het. Ik zit niet achter het stuur, hè. Want met een auto kan ik hier niet door, hè, mensen. Nu nog even naar Kinder gaan. En dan hopen dat ik hem kan vastkrijgen. Morning, this chap is jam belief. Oh ja, dat ik toch tot daar moet wandelen. Een Spotify de minstigste. Nee, ja, met zelfs met terugwandelen. Kijk nog eens een liedje zingen. Dan komen we opnieuw in een Pokéstop tegen fietsroute netwerk Haspengo. Joink, ook gespind. Ah, daar had ik, hè. Voor die foto's dan te maken. Dat heb ik niet nodig. Nog 6 minuten 28. En Ginder is het. Dat is kijken als ik daar ook aan geraak. Nee, nog niet. Ja, ik doe mijn. Ik heb toch een tamelijke wandelroute, het is nu uitgestippeld. Oké, hier weer een Team Rocket. Die gaan we dus niet nemen, omdat ik naar de gym aan het wandelen ben van Team Rocket. Kan ik er nu wel aan? Yes. Hopsa, 3. En even doorwandelen of gewoon hier even staan. Ik ga gewoon wat doorwandelen. Upset 3. Ja, turn on. Dan kun je het nog altijd mensen bijjoinen. Dus ik ben uiteindelijk in de gym geraakt. Nu nog 110 seconden nog wachten. Dat is lang. Dat is nog altijd redelijk lang. En dan gaan we eens kijken of we deze gym ook fatsoenlijk tot zijn einde kunnen brengen. Dan ga ik mij hier gewoon, hier zit een goede paal om tegen te leunen. Hier zo, een goede paal. Voilà. Nu wacht ik hier maar even. Nog 77 seconden. Dus ik zie jullie allemaal zo. Voilà, nog 7 seconden. Dan kunnen we eens beginnen, hè. Eens kijken als we hem kunnen pakken. Normaal gezien wel. Opzet, die zat er bijna eraan. Klein zusje.
Normaal gezien nu. Voilà, ze. Ziet dus hoe klein dat de man aan het worden is. Ja, wat dan. Weinig XP-punten. Wat krijg ik allemaal voor hiervoor? Voor zo'n Team Rocket. Speed 18 seconden. Wauw. En nu proberen te vangen. Ja, ik weet dat ik zo met een curvebal moet gooien. 16 balkjes heb ik. Allee, kom aan. Yes, hij gaat erin. Blijf hem er ook in. Yes. En de gym is nog altijd rood. Nice. Dus dat betekent dat ik er ook nog altijd in zit. Zijn hier nog gyms in de buurt? Daar is nog een gym. Oeh. Wat zit daarin? Marowak. Maar die heb ik al. Dus dan gaan we zo stukjes ervan terug. Dus dan is het in mijn buurt alle gyms al rood. Voilà. Dus ik hoop dat jullie hebben van genoten. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Voilà, ik ben terug thuis aangekomen. Mijn heuptasje uitdoen. Ik ga ook mijn blouse uitdoen. Oh, oh. Het is hier fucking heel warm. Dus nu ga ik ook nog gauw de bestanden op de computer gooien. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet gewoon niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog of iets anders er op mijn YouTube kanaal verschijnt. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.